in het Engelstalige tijdschrift voor urologen, The Journal of Urology, volume 179, gedateerd zaterdag 17 mei 2008, stond een heel interessant artikel. Het ging om een klinische studie naar de effectiviteit van acupunctuur bij chronisch prostatisme ten opzichte van placebo-acupunctuur. En er waren een hele serie auteurs van dat artikel uit Maleisië en Engeland. De resultaten van die studie waren opzienbarend. Bijna 90 patiënten werden gerandomiseerd in twee groepen. De patiënten die met acupunctuur behandeld waren, hadden voor 73% baat bij deze methode en de placebo-patiënten slechts voor 47%. Dat was een klinisch en relevant en statistisch significant verschil.